Na de coalitiebreuk in de gemeente Overbetuwe willen de fracties van het CDA en GroenLinks alleen nog verder praten met landelijke partijen. Begin deze maand sneuvelde de coalitie omdat de grootste coalitiepartij, Gemeentebelangen Overbetuwe, in twee delen uiteenviel. Inmiddels wordt er dus gezocht naar een nieuwe coalitiepartner, waarbij lokale partijen lijken te worden uitgesloten. Het CDA en GroenLinks in Overbetuwe gaan met de lokale VVD, D66, ChristenUnie en de PvdA in gesprek om tot een nieuw college te komen. Maandagavond bleek na het duidingsdebat dat was ingelast over de gevallen coalitie dat beide partijen niet verder in gesprek willen met lokale partijen. We hebben de afgelopen weken de tijd genomen om met alle partijen in gesprek te gaan over hoe zij het vervolgproces zien. Het is belangrijk om een beetje bij elkaar te proeven, goh, hoe kijk je naar de afgelopen periode, maar vooral hoe kijk je naar voren. En op basis van de inhoudelijke feedback die we kregen van alle partijen hebben wij gekozen om met de Partij van de Arbeid, D66, de VVD en de ChristenUnie in gesprek te gaan. En dat doen we dan echt als formerende gesprekken. Dus de bedoeling is om er met die partijen ook echt uit te komen. Het CDA en GroenLinks gaan nu dus in gesprek met vier partijen. Toch hebben ze niet alle vier de partijen nodig om tot een meerderheid te komen. Nou, getalsmatig zou dat kunnen. En dan is er nog steeds een coalitie over met een meerderheid. Maar ik ga niet vooruitlopen op het verloop van die gesprekken. Ik denk dat het heel goed is dat we gisteravond in onze raadsvergadering heel duidelijk hebben gemaakt voor iedereen die daarin geïnteresseerd is met wie we in gesprek gaan. Die gesprekken gaan we doen, dat is achter gesloten deuren. En zodra daar dingen over te melden zijn, zullen we dat zeker doen. D66, VVD en de ChristenUnie gaven aan in het debat open te staan voor deelname aan een nieuwe college. De VVD schoof zelfs huidig raadslid Karel Gim naar voren als eventuele wethouderskandidaat. Toch gaven de VVD en ook D66 aan niet zomaar mee te willen doen aan een nieuw college. Beide partijen wijzen op de zorgelijke financiële situatie in Overbetuwe en willen alleen aanhaken als er stevig bezuinigd gaat worden. GBO, BOB en OBN, een afsplitsing van het GBO, zijn niet benaderd door het CDA en GroenLinks. De partijen geven aan een stabiele partner te willen zoeken. Toch blijft de coalitie lokaal genoeg volgens Bruinsma. Nou ja, al deze partijen zijn lokale partijen. Ik was vanochtend een boodschap aan het doen en daar kom ik alle raadsleden eens een beetje tegen. Wij zijn lokale partijen. Wij hebben allemaal onze wortels hier in deze dorpen, in deze kernen. Sommigen wat korter, anderen al heel lang. Maar wij maken samen de lokale politiek. Het feit dat wij toevallig gelieerd zijn aan een landelijke partij, ja, dat zegt iets over onze landelijke kleur, maar niet over hoe we dat lokaal doen. Op basis van de inhoud hebben we voor deze mensen gekozen, deze partijen gekozen voor de vervolggesprekken.